Denk je dat Erdogan dat hij het moeilijk krijgt bij de verkiezingen door de aardbeving? Als hij zo doorgaat, wel, ja, dat is wel duidelijk. Dat ik, ik, uh, ja. Want Erdogan zelf is aan de macht gekomen, begreep ik uit een krantenartikel, eh, omdat je die enorme beving hebt gehad in Izbiet. Dat is die stad die daar iets ten oosten van Istanbul ligt, waarbij de hulpverlening zeer ernstig tekort schoot, in allerlei opzichten. Nou, daarmee is de is de toen zittende establishment is weggevaagd door de AK-partij, de partij van, uh, van Erdogan. Uh, en, en ja, nu blijkt de feit dat het, dat het niet, nog steeds niet op orde is. Al denk ik bij mezelf, het is nog dat wij in Nederland geen aardbevingen hebben, maar dit is natuurlijk van een omvang en een ernst die die hoe, hoe kun je een een stand-by apparaat hebben wat onmiddellijk op deze schaal kan opereren. Ik begreep ook dat met name de dorp in het achterland. dat er überhaupt nog niemand geweest was om eens te gaan kijken wat daar eigenlijk aan de hand was. En ja, wat je natuurlijk ziet, is dat, dat, dat er ontzettend veel eh, lamblende gebouwd is. En al die flats die natuurlijk zo, je ziet al die vloeren eigenlijk hè, bovenop elkaar liggen. met alle verschrikkelijke gevolgen van dien en natuurlijk was het een hoogst ongelukkig moment midden in de nacht iedereen was thuis ja dat is wat waren dan nu ik geloof 23.000 doden nou dat zie ik nog wel verder oplopen vooral omdat natuurlijk het aardbevingsgebied zo gigantisch groot is en ik denk een rapportage uit Syrië niet bijster betrouwbaar is dus ja dat is natuurlijk maar goed als je dan vervolgens een artikel leest over die aardplaten die daar botsen en, en die arme anatolische plaat die daartussen zit en onder druk gezet wordt. En hoeveel van die breuklijnen daar wel niet lopen, dan denk je bij jezelf: misschien zou het handiger zijn om in een ander land te wonen dan Turkije. Dat is niet de laatste keer. Of je moet net gebeuren. precies, in het midden, zo'n beetje van Anatolië, dat zou nog maar. Vooral ook langs de hele Noordkust loopt dus een enorm breukgebied. Dit is een enorm breukgebied, wat zo schuin omhoog loopt, zal ik maar zeggen. En, en aan de zuidkust lopen ook allerlei breuklijnen. Dus het is echt... En die anatolische plaat is dus een betrekkelijk kleine tektonische plaat... die onder druk wordt gezet door die reusachtige plaat van Eurasië, zal ik maar even zeggen. En dan de, de plaat van het Arabisch Schiereiland, dat is ook een betrekkelijk kleine... maar die beweegt zich in noordoostelijke richting, kan ook in noordwestelijke richting, maar in ieder geval naar boven toe... En je weet, Afrika draait, dat is een enorme plaat, Afrika draait langzaam in een draaiende beweging in noordoostelijke richting. Over 50 miljoen jaar is de Middellandse Zee verdwenen. Ja, wij zullen daar niet getuigen van zijn, maar dat kun je... Dat zijn, volgens mij zijn dat redelijk betrouwbare voorspellingen, al weet je natuurlijk nooit precies hoe het lokaal gaat uitpakken. Maar Turkije is wel een... een een tektonisch noodgebied, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar ja, wie van vroeger, zag natuurlijk, als, je, als je modderhuizen bouwt van één verdieping, dan zijn de schade natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot. Want je kunt natuurlijk geweldig lachen om die Turken die allemaal verkeerde flats gebouwd hebben. Je weet dat de Japanners hebben uitgelegd en voorgedaan hoe je heel behoorlijk aardbevingsbestendig kunt bouwen, maar dat is wel duur. Ja, want je moet dat, dat, dat ding, dat die flat moet op een soort van schokbreker staan en zo. En nogmaals, we lachen nou die. Of lachen, we lachen helemaal niet. Het is een treurige vertoning natuurlijk. Dat die Turken er een potje van hebben gemaakt. Maar weet je nog dat die flat in, in Florida is ingezakt? Hè? Bij, dat, bij dat zwembad waar die scheur in zat. Maar ze dachten, broer, dat sloopt ze vaak niet, scheur in het zwembad. Maar goed, dat liep ook door. Toen zijn al die flats langs die kust. Die zijn gecheckt, die waren allemaal zo in de orde van een kwart eeuw of meer oud. Nou, ik weet niet hoe dat nu mee staat, maar ik herinner mij het stuk uit de New York Times, dat de gebreken van die fles, die waren omvangrijk. Ook daar was niet serieus gebouwd op, op aard. Dat ging trouwens niet om aardbevingen, dat dit, in dit geval was het gewoon een heel slechte fundering. Een beetje goedkoop, flup, vlug, vlug, vlug. appartementjes verkopen enzovoort. Heeft Erdogan zich echt laten zien al? Ja, was dat wel? Hij is na het Alles was in orde. En Met name hij zei: alles was in orde. Tenminste, dat stond eronder dan. Ik spreek geen Turks. En dan zag je daarachter een gigantische chaos werkelijk. Dat je denkt: dat beter op een iets ander punt had hij kunnen zeggen: alles is in orde. Doe een beetje denken aan die persoon. Nou, hij, was, hij was daar verschenen. Dat las ik ook weer. Met een enorme stoet van SUV's, zoals dat tegenwoordig onder leidende politici te doen gebruikelijk is, eh, waarmee de wegblok urenlang geblokkeerd was en daar was op de sociale media natuurlijk weer veel kritiek op. Nou moet ik zeggen, ik ben, ben, ben ook ooit met, met, met geweld tegen de eigenlijk geknuppeld omdat Obama voorbij kwam in zijn SUV's, dus ik heb daar, eh, kijk is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. En dat ook geld beloofd heeft, volgens mij 10.000 of 15.000 lira. Ja, dat dacht natuurlijk allemaal. Maar dan zaten mensen niet op de wacht. Is dat natuurlijk volkomen betekenisloos. En dat was heel, een heel laag. Voordat belacht. je deze, moet je die lucht, hebben de die luchtfoto's gezien? Mm -hmm. het, is, het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Dus ja, dat moet dan dus allemaal herbouwd worden. In principe moet je het dan gaan herbouwen. Dat gaat dus een enorme kosten met zich meebrengen. Wat overigens, ja, wat ik helemaal niet wist, dat was allemaal een bar grote steden. Die ene stad met die, die met een A begint en verder onuitsprekelijk is. 1,3 miljoen inwoners. En ook een relatief welvarende steden, want je ziet overal auto's staan. En, en, en relatief goed uitziende gebouwen. Het is, het is niet dat je de indruk hebt van dit is de derde wereld, absoluut niet. Maar je krijgt nu een soort van massagraven hè, waar die mensen ook behaven. Ja, je zag dat ze daarmee bezig waren. Ja. 23.000 doden. Nou, nee, volgens mij zou ik ben me niet verbaasd als ze de 30.000 gaan halen. Hmm. En los van het menselijk leed, als je het politiek maakt, denk je dat dit Erdogan uh, uh, de kop kost? Het, dat zou kunnen, maar dan, nou, ik begreep dat als die de hele zaak nu vlot op orde heeft, dan, hoeft, dan zou hij er zelfs van kunnen profiteren. Maar lukt dat niet? Blijft dat natuurlijk toch problematisch daar in die streek? Ja, dan uh, gaven ze hem weinig kansen om. Je weet dat ik het. Uh, als dit nou de reden is waarom Erdogan opdondert, dan zou ik zeggen, eh, is dat heel treurig. Maar eh, ja, sowieso moet Turkije een keer van Erdogan af. Erdogan is natuurlijk al lang een, een hinderpaal geworden, een sta in de weg. Hè. Ja, alle Turken kunnen nu, Turkse luisteraars kunnen nu alles uitzetten tot ik over Erdogan uitgesproken ben. Eh, als u het een held vindt, sorry, ik niet. En Europa zullen ze ook wel blij zijn als die dingen oproepelt? Ja, dat denk ik ook wel. En ik denk ook dat de NATO blij is als die op. Eigenlijk kun je kort zeggen dat afgezien van ongeveer de helft van de Turkse bevolking. iedereen dolblij zal zijn als die oproepelt. Maar ja, het hele probleem van het R type Erdogan. politicus-type Erdogan. is dat ze niet ophoepelen. Ja, ik wil nou niet. Sorry dat ik de naam Rutte weer in de mond moet nemen. Een hele sympathieke, aardige man, maar na tien jaar was het wel genoeg. Maar u mag erop. Oh, jij heeft hem maar uitgezet, sorry. Denk je dat die verkiezingen wel eerlijk verlopen in Turkije? Nou, er was wel sprake van dat ze uitgesteld zouden worden. Daar hebben ze groepen inderdaad, ja. Dus laten we even afwachten hoe dat gaat. Ik heb geen idee of, daar, of je daar controle teams hebt, of dat. Ik, dat weet ik niet.